Ja, welkom bij de wekelijkse podcast van de aandeelhouder. Deze keer met Robert Manders van IG. Welkom Robert, leuk dat je er bent. Dankjewel. Je bent al helemaal in de kerststemming, zie ik. Helemaal. Ik zag op Twitter de vooraankondiging van een ander filmpje van jou en zag daar helemaal kerstsferen. Dus ik dacht, hé, dat ga ik ook doen. Dus ik heb kerstlampjes overal aangezet. Kerstman op de achtergrond daar. Ja, wat ziet er goed uit. Wie is dat, die kerstman? Heeft die, praat hij ook mee straks of heeft hij geen verstand van zaken? Ja, ik dacht nog, misschien moet ik hem hier op de stoel zetten, daarachter gaan staan en dan kan hij het woord voeren. Maar dan wordt het misschien een hele rustige kerst. Dan wordt het een monoloog, ja. Ben ik bang. Ja. Robert, we zijn bijna het einde van het jaar. Het was een bewogen jaar, zou ik maar zeggen. Ik hou niet zo van terugkijken. We gaan straks een beetje vooruit kijken. Ik heb 5 thema's opgeschreven die gaan spelen volgend jaar. Die mag jij in een goede volgorde zetten. Welke het meest pregnant wordt volgend jaar en welke niet. Maar dat doen we aan het eind. We gaan eerst even wat aandelen bespreken natuurlijk. Even kijken, wat is jou opgevallen week? Waar heb je naar gekeken? Jullie kijken meestal naar 1-2 aandelen in de week, of 3. Waar ben je nu mee bezig? Ja, een paar dingen vielen mij op. Wat ik wel bijzonder vond was dat Delivery Hero vertrekt uit Duitsland. Ja. Dat vond ik wel, wel aardig nieuws. Zeker voor Just Eat Takeaway. Het ging ook heel even omhoog. Ja, heel even natuurlijk. Dit is Just Eat. dat gaat niet langer dan 8 uur duren hoor. Nee echt niet. Bijna 50 euro. Ja, precies. Maar ik zie er wel de bredere trend in de sector. De trend van dit jaar, van de afgelopen 18 maanden was eigenlijk marges verbranden, marktaandeel proberen te winnen. En beleggers die beginnen erachter te komen dat dat een probleem is en dat dat misschien wel langer kan duren. Ja, die bedrijven zelf ook eerlijk gezegd. Hè? Ja, maar die koersen staan niet onder druk. Dus dat zet ook weer druk op die bedrijven om wat meer marges te gaan maken, wat minder marktaandeel te gaan vechten. En het begin zien we al. Misschien is dit het begin van een omkeer van die trend. Wie weet. Ja. Het zou goede positief voor, kunnen zijn. Het goede voor Takeaway is natuurlijk wel dat dit aangeeft dat hun marktpositie in Duitsland in ieder geval goed is. Dat ze, denk misschien Berlijn, dat daar nog wat anders is. Daar hebben we wat onderzoek gedaan met Google Trends. En dan zie je dat in Berlijn, daar zijn ze wel dominant, maar niet zo heel erg. Maar in heel veel Duitse steden zijn ze wel heel erg dominant. Dus wat dat betreft is het de backstop zeg maar voor Takeaway. En dan heb ik het even niet over Amerika, maar voor Duitsland. En ik neem aan ook Nederland. Met thuisbezorgd, daar zijn ze wel heel dominant. En dat is op zich een goed teken. Daar komt het geld vandaan komen nu. Ja, zeker. Duitsland hebben ze een sterke positie. In Nederland hebben ze een sterke positie. En wat andere landen ook, zoals Canada. En ik denk dat het daar ook moeilijk is om tegen Just Eat te vechten. Maar goed, we zullen zien wat er gebeurt. Ja het aandeel wil nog niet heel erg. Ik zit te kijken elke dag om 3:30. Maar dat is sowieso, als jij een Amerikaans bedrijf overneemt en je betaalt in aandelen. Ik heb dat lange tijd meegemaakt met Aegon. Aegon stond, als je dan s'avonds keek naar de koersen van de avondhandel, stond Aegon altijd 1-2% lager in Amerika. En dat is gewoon omdat de Amerikanen, die zijn onbekend met zo'n aandeel, die hebben destijds dat aandeel in handen gekregen in ruil voor, volgens mij, Transamerica heette dat. En dat zie je nu ook, hè, met mensen die aandelen Grubhub hadden, die krijgen nu Just Eat Takeaway, nooit van gehoord. En die gooien ze als eerste uit. Dus elke dag om 3:30 ligt dat aandeel onder druk. En er wordt nu ook al in Europa op geanticipeerd. Dus het wordt een soort self-fulfilling prophecy. En je kan er bijna op handelen, zou je zeggen, elke dag. Maar goed. Vergeet nog een ding. Het is het einde van het jaar. En voor de Amerikanen betekent dat ook het einde van het fiscale seizoen, zeg maar. En daar is het zo dat de vermogensbelasting gebaseerd is op gerealiseerde winsten, maar ook op gerealiseerde verliezen. Dus als je nog een soort van verlichting wil krijgen op je belastingaanslag van dit jaar, dan moet je Just Eat aandelen nu verkopen. Dus veel Amerikanen doen het ook. De aandelen die zijn gezakt in een bepaald jaar, verkopen ze dan aan het einde van het jaar. En dan heb je nog net die verlichting op je belastingaanslag binnen, zeg maar. Ja, en dan kopen ze volgend jaar terug. Of niet natuurlijk, dat kan ook. Precies. Nou, we zullen het zien. We wachten gewoon af. En Jits heeft gezegd dat hij met deals komt. En er komen deals inderdaad. Het gaat mondjesmaat. Maar in Engeland zijn ze toch wel goed bezig, denk ik. Ik denk dat die markt voor bezorgen van boodschappen, daar zijn ze stap voor stap mee bezig om te ontwikkelen. En ik ben heel benieuwd hoe dat volgend jaar verder gaat. Jij kwam door met Ebusco.
Nu staat die vandaag toevallig 10% hoger, 11 zelfs. Ik kwam even weer van de 23 euro, dus de beursintroductie. Heb je iets mee gedaan? Ja, sinds een paar weken is het een van mijn nieuwe favorieten. Dus ja, ik ben wel positief inderdaad. Tegen iedereen die ik tegenkom zeg ik, het is een interessant aandeel. Kijk daarnaar. Lees dit, lees dat. Dus het is zeker positief. En afgelopen week kwamen ze met een heel interessant stukje nieuws. Ze hebben een order voor 90 bussen uit Duitsland. Ja. Ook interessant is om te weten dat 90 bussen best wel veel is. Ja. Aangezien ze in 2019 maar iets van 100 bussen verkochten. En ze maken al winst. Tenminste in 2019, 2020 maakten ze al vrij substantiële winst. Een vrij substantiële winstmarge ook. Als ik het goed herinner. Even kijken, ze hadden toch al een paar iets van 20 miljoen winst of zoiets in 2020. 2021 gaat een wat minder jaar worden. Maar je moet het zo zien dat per bus hebben ze ongeveer een half miljoen euro omzet. En ik verwacht dat ze in 2022 wel tot de 200 miljoen euro omzet kunnen komen op basis van hun huidige orderboek. Dat is een beetje afhankelijk van wat er valt. Er staan heel veel orders uit. Dus, deze in Duitsland is wel heel erg goed. Een beetje de thuismarkt van Daimler. Dus, best goed. Er zit ook een optie bij, geloof ik, voor 60 stuks. Ja, en dat ook nog eens inderdaad. En in een presentatie hebben ze al best goed uit de doeken gedaan. In een investor presentation, staat gewoon op de website, hebben ze al best goed uit de doeken gedaan hoe het aantal tenders op dit moment oploopt. Dat zijn eigenlijk openbare aanbestedingen, ze noemen dat tenders. Mm. Maar dat gaat via de openbare vervoerssector, gaat dat dus via openbare aanbestedingen. Dan kunnen bedrijven zich daarop inschrijven op die aanbestedingen. Openbaar vervoersbedrijven, die werken dan samen met een buspartner. En die buspartner is dan in veel gevallen eBusco. Ze hebben een hele goede relatie met Transdev. Dat is een hele grote openbaar vervoersbedrijf in Europa. En elektrische bussen zijn vrij aantrekkelijk, omdat die kosten wat lager worden op termijn. Ook die batterijen worden steeds goedkoper. Dus bedrijven weten dan ook van, oké, als ik die batterij vervang, wordt die batterij goedkoper. Het is milieuvriendelijk, geen uitstoot. In de steden, dat is ook belangrijk, dat mensen die in een stad wonen niet constant in een laag met roet zitten en zo van die diesel. Dus het is zeker een belangrijk ding. En het concurrentievoordeel dat de Busco heeft, is dat hun bussen zijn gemaakt van composiet. Terwijl dieselbussen zijn vaak gemaakt van staal. Maar de bussen van concurrentie ook. En staal is veel zwaarder dan composiet. Composiet is heel erg licht. En zij zijn de enige die een technologie hebben waardoor ze dat composiet op een kostenefficiënte wijze mooi in elkaar kunnen hechten. En daardoor hebben ze dus een concurrentievoordeel en zijn ze de enige met een composiete bus. Ja, hier gaat je zit in het donker. Maar door die composiete bus kunnen ze een kleinere batterij in een bus zetten of een range van de bus verlengen. Want hoe verder een bus kan rijden op één lading, hoe beter. Want die lading die is ook belangrijk. Want als je je batterij vaak moet opladen, dan gaat die minder lang mee. En dat wil je natuurlijk niet, want die batterij is heel duur. Dus je wil dat die lang meegaat. En ook wil je dat die bus niet te veel stilstaat, want je wil hem zoveel mogelijk gebruiken op een dag. Dus het is een enorm concurrentievoordeel om ver te kunnen rijden op één lading. En om een lichtere bus te hebben. Dus ik zie dat wel als een belangrijk voordeel. En ze maken er gewoon goede marges mee in de afgelopen jaren. Dus dat bewijst dat wat ze nu hebben, dat concept, dat werkt. Ja, het wordt echt een groeimarkt. Ik moet zeggen, jij weet er best veel van. Je zet toch niet toevallig achter de bus bij Albert toen hij daarheen geweest is? Nee. Onze jongens zijn er geweest 2 weken geleden en ik kon zelf niet mee die dag. Maar er zijn wel een heel aantal bijzondere aspecten. Nou, onder andere dat zij bijvoorbeeld alle bussen die ze verkocht hebben, die worden daar, ze hebben daar een soort, studio. Die worden daar gemonitord en ze zien precies hoe die buschauffeurs, in welke stad dan ook, hoe ze rijden. Of ze efficiënt rijden, of ze met hun stroomverbruik omgaan. Of ze goed de weg weten en alles. Het wordt allemaal gemonitord daar. Dat is best wel apart. Met bussen. En wat ook wel leuk was, dat die oprichter ervan, die Peter Bijveld, een heel actief mannetje, dat is een rallyrijder van vroeger. Dus we zaten net in de fase dat Max Verstappen dat hij al dat dingen doet. Maar die kan er ook wat van. Er staan filmpjes van hem op internet. Waarin hij doet mee aan die circuits over openbare wegen, zeg maar. Daar
Dan rijdt hij in een van die raceauto's. Dus ja, die zal ook wel behoorlijk in de bus kunnen sturen, denk ik. Ja, hij lijkt, lijkt me wel een goede ondernemer. Ja, ja, een hele slimme vent. En weet goed, echt een ondernemer. Weet goed wat hij aan het doen is. Heeft van allerlei dingen al gedaan. We hebben op onze website, ik zal de link wel onder het filmpje zetten. Hebben we een leuk filmpje gemaakt met Ebusco, met hem. Een interview met hem. Albert heeft hem geïnterviewd en er staan al wat leuke dingetjes in. Ik heb dat filmpje trouwens gezien. Het was wel een goed filmpje. Ja. En dat kaartje van die bussen die in Europa rondrijden, dat hebben ze ook ergens op hun website staan. Okay. Ik weet niet meer waar. Misschien was dat bij Investor. Nee, het was niet bij Investor Relations. Het was ergens anders. Okay. Maar wat ik heb gedaan, ik heb die hele prospectus doorgelezen. Dat was een paar weken geleden. Ik had vrij. Ik dacht, nou, ik wil een interessant aandeel onderzoeken voor mijn eigen portefeuille. En nou, zie daar. Ja, je kan naar de kroeg gaan. Je kan ook een prospectus doorlezen. Ja, precies. Ja, trouwens, je kan niet meer naar de kroeg. Nee. Dus je moet, dus, een dus je maken, leest een prospectus thuis. Door. Nou, dat ja, geen zo verdien je wat geld, zodat je na de corona weer geld hebt voor de kroeg. Ja, precies. Ander bedrijf wat met busjes rondrijdt, dit is PostNL natuurlijk, hè? Oh ja, een van jouw favorieten. Doe je daar wel mee of zeg je van, daar blijf ik af? Nee, PostNL, daar blijf ik op dit moment vanaf. Ik zie het als een behoorlijk cyclisch aandeel. En je moet erin zitten, denk ik, als de postmarkt of de pakketjesmarkt krapper wordt. En op dit moment denk ik dat de pakketjesmarkt over het aankomende jaar minder krap gaat worden. Dus ik zit er, word er niet heel enthousiast van. Het is natuurlijk wel value. Hoe bedoel je dat, als de markt krapper wordt? Nou, ik denk dat die partijen zoals UPS, PostNL en DHL, die breiden hun capaciteit uit. Waren zo heel actief mee. Als je kijkt naar hoeveel CapEx, capital expenditures, investeringen er zijn geweest over de afgelopen 18 maanden. Die investeringen zijn best hoog. Tegelijkertijd denk ik dat het pakketvolume niet per se groeit nadat deze coronaperiode is afgelopen. Want ik denk nog steeds dat alles weer normaliseert. Dan denk ik dat de marges wel kunnen normaliseren, zeg maar. Misschien nog wel kunnen verlagen, maar dat is dan mijn scenario. Wat denk jij, Nico? Nou, kijk, ik denk dat je hebt gelijk. Hè? Iedereen is aan het opschalen. Dat is logisch, dat was een enorme vraag. Een jaar geleden met de lockdown. We zitten eigenlijk nu in exact dezelfde fase als een jaar geleden. Toen begon ook half december de lockdown in Nederland. Nu een paar dagen eerder zelfs. Maar toen was het echt alle hens aan dek. Nu gaat bij jou het licht uit, volgens mij. Oh nee, maar ja. Toen was het echt alle hens aan dek en konden toen kon PostNL eigenlijk alles vragen wat ze wilden vragen, wat mensen moesten versturen. Nou, inmiddels heeft iedereen opgeschaald, dus nu is dat anders. Ze hebben wel per 1 januari de prijzen structureel verhoogd. Dat moet ook wel, denk ik, omdat de omzetten zijn wel opgelopen. Ik denk wel dat de omzet dit jaar hoger is dan een jaar geleden, dat het onderliggend groeit het wel door. Je zag ook in het derde kwartaal. Het is een beetje schimmig hoe ze dat doen, maar ze hebben dan zo'n soort, ze zeggen van een bepaald deel van de omzet, dat komt door corona, zeggen ze. Nou ja, goed, ik geen idee hoe ze dat bepalen. Dat lijkt mij nogal. Ja, dat lijkt me ook wel moeilijk. Een beetje natte vingerwerk, maar goed. Ze zeiden, zonder corona was de omzet in het derde kwartaal met 7% gegroeid. Dus het volume. Nou goed, dat zal dan wel. Maar ik geloof wel dat het onderliggend doorgroeit. Juist ook omdat voor het bestellen op internet. Als ik alleen al natuurlijk NS1 kijk naar mezelf. Maar dat zijn dingen, dat je komt ermee in aanraking en dan zie je op een gegeven moment hoe handig het is. Hoe gemakkelijk het is. En daarom gaan mensen dat niet alleen doen in tijden van corona, maar juist ook omdat het zo gemakkelijk is en dat ze er mee in aanraking komen en er blijvend mee bezig blijven. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, Nico, ik vind bestellen op internet ook wel handig en ik doe dat al jaren. In 2007 was ik al, 2006, een beetje midden jaren 2000, was ik al best actief met dingen op internet bestellen in plaats van naar een echte bakstenenwinkel gaan. Maar ik moet zeggen, ik zie nog steeds de waarde in van naar een bakstenenwinkel gaan voor dingen. Bijvoorbeeld al mijn Sinterklaas cadeaus voor familie en zo, die heb ik gewoon bij winkels gehaald. Ik ging naar één winkel, daar kreeg ik een mooie grote tas en daar stopte ik alle cadeaus vervolgens in. Heb je minder zooi van die papier, hoef je niet thuis te zijn op een bepaald moment, kun je gewoon lekker
een beetje shoppen, kijken wat er allemaal is. Zie je die dingen ook in het echt? Dat is ook wel eens belangrijk. Ja. Als je bijvoorbeeld een bepaalde tas wil hebben of zo voor iemand. En dan kun je het aanraken, kun je de kwaliteit zien. Er zijn allemaal redenen waardoor je het toch gewoon in een bakstenenwinkel kan winkelen. En in mijn geval, ik vond het super handig. Alles in een tas, ze pakken alles mooi voor je in. Als je dat op internet probeert, dan vragen ze daar 50 cent voor of een euro of zo. En denk je toch weer een beetje, ik ben opgelicht. Ik vind het wel vrij goedkoop. Want ja, weet ik. Ik vond het ook wel een beetje gênant als je ik was laatst in een speelgoedwinkel, een tijd geleden. En er was iemand voor mij, die wilde 4 cadeaus laten inpakken. Ja, dan denk je toch ook van, kom op, schiet even op. Ja, oké. Maar goed, dat gebeurt natuurlijk wel. En dat iemand die het goed kan, die kan het heel snel doen. Nou, ik bedoel, het wil niet zeggen dat winkels niet, dat blijft wel bestaan, hè, op een of andere manier. Het is niet dat het allemaal weggaat. Het gaat er alleen om dat de onderliggende stroom, en dat is natuurlijk al heel lang zo. Ja, die groeit gewoon door en dat heeft met corona een groeispurt gehad. Maar voor hun is de vraag, wat blijft er van hangen? De hele markt die is aan het uitbreiden en dan is de vraag van hoe gaat het verder? Je ziet wel, zit wel twijfel in het aandeel. Omdat je ziet, en dat zie je ook wel met takeaway natuurlijk. Maar zijn mensen zoals ik. Ja, dat er heel duidelijke redenen zijn waarom het aandeel eigenlijk omhoog zou moeten. Er komt een lockdown aan, we gaan echt, het is echt heel, heel druk. Dat lees je overal in de krant, stond vandaag een stuk in de Telegraaf, stond gisteren een stuk in Brabants Dagblad, geloof ik. En dan gaan ze, de journalisten, naar zo'n locatie toe, naar zo'n depot. En dan hebben ze het over record omzetten, heel druk en alles. Nou ja, goed. Dat geloof ik allemaal wel. Alleen de vraag is wel, wat ik mij ook wel afvraag. Kijk, ik twijfel er niet aan dat zij heel veel geld gaan verdienen. En dat ze er een dik dividend aan komt. Ik hoop dat ze wat aandelen gaan inkopen. Dat het wat dat betreft de goede kant op gaat. Alleen, er zijn ontwikkelingen in die totale markt. Dat zijn dingen die je waarschijnlijk nu nog heel moeilijk kunt overzien. En waar ook andere grote partijen in meespelen. Amazon natuurlijk, maar ook wat gaan al die andere bedrijven doen die dingen gaan bezorgen aan huizen. Niet eens over takeaway, maar de grotere bedrijven die daar ook mee bezig zijn. Bol.com heeft nu opeens een bedrijfje overgenomen die met elektrische fietsen dingen rondbrengt. Ja, waarom doen ze dat nou? Gaan ze dan zelf dingen rondbrengen, terwijl PostNL toch hun preferred supplier is, zou ik maar zeggen. Die zitten zelfs bij hun op schoot. In het gebouw daar in Waalwijk. Dus er spelen wel een hele hoop dingen, waardoor veel beleggers zijn er toch altijd geneigd om de kant van de sterkste te kiezen. Eigenlijk, vroeger op het schoolplein koos je vaak de kant van de underdog, maar beleggers kiezen vaak de kant van de sterkste. Nou, dat is Amazon natuurlijk, met het meeste geld. Dat soort bedrijven. Dus ik denk dat er een beetje in zit op een of andere manier. En het enige wat zo'n bedrijf dan kan doen, is gewoon doorgaan, doorwerken en goede resultaten laten zien. En er blijven altijd kansen. Het is zo donker. Sam, is echt donker hier. Ja. Ben ik weer. Dus, maar we zullen zien hoe het gaat, Robert. Ik ben ook best wel benieuwd. Ik ben ervan overtuigd dat zij met beulen van cijfers komen, zoals we dat noemen op de beurs. Maar het gaat natuurlijk om de langere termijn. En dat is een iets wat nog in de sterren geschreven staat, zullen we zien. Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? Prozis, ben je daar nog mee bezig? Chinese aandelen? Nee, Chinese aandelen die laat ik sowieso links liggen. Ik heb me daar al vaker over uitgelaten. Dat is een best wel onderdringbare markt. Je kan nooit goed de relatie tussen de overheid en die bedrijven begrijpen. Als Europeaan zul je dat nooit echt goed begrijpen, denk ik. En als je daar woont misschien, of in Hongkong of in China zelf, dan heb je daar misschien beter zicht op. Maar daarbuiten, ja, die overheid die speelt zo'n grote rol in de economie. Daar moet je een visie op hebben. En mijn visie is redelijk negatief over die overheid. Over dat communistische systeem. Dus ik blijf er gewoon ver weg. Uiteindelijk gebeurden gewoon rare dingen daar. Dat merkte ik ook toen ik analist was op Emerging Markets bij een vorige baan. Bij een wat grotere beleggingsfonds uitbater, zeg maar. En
Ik had dan een Chinees aandeel waarvan ik dacht, oké, dit kan wat worden. Maar die Chinese overheid had er ook een aandeel in. En wat gebeurde er? Op een gegeven moment werd het hele bestuur vervangen. En allemaal lokale partijvriendjes kwamen in dat bestuur. En de koers die ging toen dalen. Ja, en wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen, Nico? Ik wist het toen ook niet. Want ik dacht, wat gaan we... Nou, misschien ook niet. Want het was een tolweguitbater. En dan gaan er natuurlijk irrationele investeringen komen. Dat is tenminste de angst die ik had en de angst die de markt ook had. En dat ging uiteindelijk... ik weet niet meer wat er gebeurde, maar dat soort dingen gebeuren dan. En dan sta je wel een beetje in je hemd. Want dan weet je niet wat je moet doen. Ja, het is ook een illusie je kan natuurlijk tegenwoordig voor de grotere Chinese aandelen... daar is best wel wat informatie over te krijgen natuurlijk... Vooral als ze een listing hebben in Amerika, dan moeten ze wel bepaalde dingen moeten ze laten zien. Maar inderdaad, wat je zegt, om voor een individueel aandeel, Chinees aandeel, om daar goed je vinger achter te krijgen, ja, dat is zo ver weg. Ja, precies. De cultuur is ook heel erg anders. Wij begrijpen inderdaad die cultuur maar moeilijk. En Chinezen hebben wel geprobeerd heel veel aandelen duur weg te zetten op Wall Street. Hè? Dus ze wilden wel graag daar geld op halen. Maar goed, ik weet niet hoe dat nu verder gaat. Ik zag wel Prozis, ik ben wel blij met Prozis in die zin. Daar zit een buffer tussen. En wat ik ook wel heb is een ETF met Chinese aandeel. Dus daar heb je niet al te veel. Daar kan ik wel een aantal van die individuele aandelen gaan uitzoeken. Uitprijzen hoe dat precies in elkaar zit. Maar je loopt toch vast op die websites. Want je krijgt wel wat informatie. Maar hoe het nou... Je krijgt het fijne er niet van te weten en ook niet wat er achterliggend allemaal gebeurt in die markt daar. Dat is denk ik te gecompliceerd. Dus mocht je wat willen doen, moet je misschien daar iemand hebben zitten die wat inzicht heeft. Maar dan nog, hè. Ik sprak laatst iemand die was dan ook bezig Chinees te leren. Ik zei, je kan het best gaan doen, maar dat heeft volgens mij geen enkele zin. Want dan ga je er naartoe en dan probeer je Chinees te praten met die mensen. Het is toch waardeloos. Zelfs als je goed Chinees praat. Het belangrijkste is dat je dat land begrijpt. Dat je die bedrijven begrijpt. Ja. En Chinees spreken helpt. Maar je moet er gaan wonen. Je moet veel omgaan met Chinezen. Dan begint misschien een beetje te begrijpen. Ja. Maar het beste groei je daarop. Ja. En dan snap je die markt. Maar hetzelfde als hier. Wij snappen de West-Europese markt ook best goed. Omdat wij hier vandaan komen. We zijn hier opgegroeid. We spreken West-Europese talen. Dus dat, zo moet je het zien. Ja. Maar ik zit trouwens wel in, met mijn pensioengeld heb ik wel belegd in emerging markets voor een groot deel. Maar wel in actief beheerde beleggingsfondsen. Okay. Want actief beheerde beleggingsfondsen die boeken structureel een outperformance op ETF's in emerging markets. Mm-hmm. Dat weet ik wel. En ik denk dat veel emerging markets buiten China best wel goede beleggingskansen bieden. Maar dat is op zich handig. Laat je het werk gewoon over aan specialisten plaatsen. En die maakt er waarschijnlijk minder een zootje van dan jezelf. Precies. En dan moet je maar hopen dat hij het goed doet. En ik moet zeggen, dat hoor ik ook wel vaker in die Chinese markt. Mensen die daar echt goed in zitten, die hebben natuurlijk wel bepaalde... Die kunnen daar echt wel wat ze dan noemen alfa halen, wat extra rendement, die we zelf niet kunnen. Maar goed, ondertussen zit er best wel... Omdat heel veel van die Chinese bedrijven naar de Amerikaanse beurs zijn gegaan, zitten best wel veel mensen. Ik zag ook wel in de lijstjes van Bink bijvoorbeeld, dat er best veel geld van Nederlands in een Alibaba zit. En in dat soort fondsen. Dus het is niet, je kan er ook niet voor weglopen. Er zitten best veel mensen hebben ermee te maken en willen daar informatie over. Dus we moeten dat wel goed volgen allemaal. Ja, ik werk wel bij een broker, maar alsnog, we bieden die dingen aan, maar we moedigen het eigenlijk niet aan. Want we willen natuurlijk wel dat mensen op lange termijn winst maken op hun portefeuille, zodat ze volgend jaar ook nog klant blijven en niet bust gaan of zoiets. We gaan het zien. Ja. Ik heb begrepen dat Prozis krijgt nu, hè, ze zitten met die delisting en er komt nu weer een arbeid omhoog bij Tencent, dat die hebben dan een belang in JD.com. Dat is zeg maar de grote concurrent van Alibaba. Een internetwinkel eigenlijk. Niks meer, niks minder. Dat die hun belang in JD, die hebben 17%. Dat ze dat gaan verdelen onder hun aandeelhouders. Dus je krijgt een superdividend. Maar dan in de vorm van een aandeel wat niet zo goed ligt op de Amerikaanse beurs.
Het ging ook gelijk 7% omlaag. En dan mag je zelf weten of je het houdt of niet. Dus zeg maar houden of weggeven. Ja, en, het is een soort van spin-off. Ja. Ja, dat is het. Nou goed, het is een belang wat je hebt, wat je dan. Je had dat laatst van een ander bedrijf, je had dat ook gedaan volgens mij. Met, IBM bijvoorbeeld, met die hoe heet dat nou? Skinner of zo? Ja, het had een hele rare naam. Iets met een kinder. K en een Y. Ja. Moest denken aan Lynyrd Skynyrd. Die hebben ook vier I's in hun naam, maar dat is Kindle heet het. En dat ging ook hard omlaag. Hè. De eerste ging van mij 30% af of zo in de maand tijd. Ja, maar dat is logisch. Mensen krijgen dat bijgeschreven. Die denken ook van, ik heb IBM, moet ik hiermee? Ik wist niet eens dat erbij zat. En dan gaat het eruit. Vooral als de beurs een beetje aan het dalen is. Ze denken van, welke zakken ze wegdoen? En dan komen ze met deze. Dus zo gaat het dan. Ja. Dus, maar goed, we gaan zien hoe dat gaat met die Chinese aandelen. Ik zei aan het begin dat wij een lijstje hebben met 5 thema's voor volgend jaar. In een normaal jaar gaat de beurs altijd zo'n 2 tot 3 keer hebben een correctie, toch? Tussen de 5% en 10%. Nou, daar moeten we altijd een reden bij verzinnen. Mm-hmm. Ik heb hier 5 redenen die volgend jaar een correctie gaan veroorzaken. Misschien wel of niet. Van die 5 wil ik graag van jou, we gaan dat samen een beetje bepalen denk ik. Even kijken wat nou de thema's worden voor volgend jaar. Waar gaan we nou op letten op de beurs? Behalve dat we natuurlijk goed op de aandelen letten. Maar wat is nou in potentie iets waar we zeggen van als dat niet goed gaat, dan zitten we echt fout. Daar komt-ie. 1. Inflatie natuurlijk. Inflatie, rente neem ik even samen. 2. China. 3. Okay. De Russen. De Russen komen eraan. 4. Oude bekende. De corona. En 5. Een tegenvallende economische groei. Economische groeiverwachtingen zijn best hoog, hè? Al vlakt het wel af van volgend jaar. Dus nogmaals, inflatie, rente, China, Rusland, corona en economische groei die tegenvalt. Nou, dat zijn allemaal, ik zou zeggen, laten we het eens hebben over Rusland. Ja, ik zou die Je ziet er een beetje Russisch uit met die muts. Nou, dat zeg jij, maar ik denk, maar ik voel me niet erg Russisch op dit moment, want ik zou hem op 5 zetten, denk ik. Dus weinig last van Rusland. Terwijl toch, kijken naar de gasprijzen op dit moment, zijn wij wel een klein beetje in de handen van Poetin. Die kan bepalen of de gasprijs omhoog of omlaag gaat. Ja, klopt. Maar dat is, ik denk dat dat vooral deze winter speelt. En het is een ding dat waar wij nu veel kijk op hebben. Maar die gasmarkt is oké. Het is belangrijk voor energie, voor de elektriciteitsvoorziening ook. En daarmee ook voor de Europese industrie. Maar ik denk dat dat volgend jaar weer gaat modereren. Je ziet ook aan de futures en de gasfutures dat die prijzen zakken. En ik denk dat die futures helemaal gelijk hebben. En dan misschien dat het nog wel verder kan zakken. Want uiteindelijk gaat Rusland natuurlijk wel weer de gasproductie, de gasuitvoer opvoeren. Want ze moeten ook wel geld verdienen. Er zijn nu wat specifieke supply constraints. Noorwegen gaat natuurlijk ook nog gas leveren. Dus in de zomer gaan we hier sowieso geen last van hebben. Het is een beetje met de voorraadopbouw voor de volgende winter dat er misschien nog wat kan gebeuren. Maar ik denk dat we er heel lang niets van gaan horen van dat gasverhaal. En ik denk ook niet dat ze Oekraïne gaan binnenvallen. Dat zou ik, daarvan zou ik verbaasd raken als ze dat gaan doen. Ik zet Rusland op 5. We hebben geen last van het komende jaar. Laten we het hopen. Heb je een goede verwarming daar of niet? Ja hoor, maar ik ben heel milieuvriendelijk. Ja. Nee, het is natuurlijk wel iets. Kijk, die gasfutures vallen nog wel mee, maar die Nederlandse, hoe heet dat? Die TTF heet dat, die gaat echt door het dak, hè, vandaag en gisteren. Ja, klopt. Ja, er zit ook een enorm gat tussen de Europese en de Amerikaanse gasprijzen. Ja. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de transportcapaciteit tussen Europa en de VS beperkt is. Maar er worden ook meer van die schepen gebouwd. Dus. Ik zag een fotootje waarop een aantal van die gasschepen, die lieten ze zien, die gaan normaal gesproken, heel veel gas komt uit het Midden-Oosten.
Mm-hmm. En dat ging normaal gesproken ook wel naar Europa toe. Maar de laatste tijd wordt er heel veel gas verkocht vanuit met name Qatar naar Azië toe. Omdat China eigenlijk als eerste begon met het afschalen van die kolencentrales. En die schakelde meer over op gas. Hè. Gas is voor heel veel landen gewoon een tussenoplossing. Voor ons, onze regering die wilde al helemaal van het gas af. Maar de meeste andere landen die zeggen, nou, we gaan eerst over op gas en dan doen we wat anders. Doen we zon en wind. Maar nu gaan al die schepen weer, die komen weer terug naar Europa toe. Want die eigenaren van dat gas, die handelaren, die hebben allemaal bedacht dat ze dat, ik weet niet hoe ze dat doen, hoe ze die contracten in elkaar zitten met de Chinezen. Maar die hebben ze kennelijk gewoon afgekocht. En dat gaat nu naar Europa gebracht worden. Want dan krijgen ze drie keer zoveel. Ja, maar Japan en Korea zijn trouwens ook belangrijke markten. En daar zijn de gasprijzen ook net zo hoog zoals hier. Ja, ja. Dus, maar op een of andere manier willen ze het graag hier verkopen en gaat het echt. Maar dat is een anomalie, net zoals je dat vorig jaar zag met die olieprijs die onder nul stond. Dat is heel even. En dan zit er een soort mismatch in de markt. En die komt wel weer goed. Het is alleen een beetje afwachten hoe ze dat geopolitiek gaan uitspelen. Russen hebben natuurlijk best wel wat noden op hun zang. En die willen heel graag een buffertje houden in de vorm van de Oekraïne. Ik denk dat hun belangrijkste thema is dat Oekraïne niet bij de NAVO komt. En dat ze het eventueel gas lekker kunnen leveren via die pijpleiding straks. Ja. Ik merk op dat jij niet bang bent voor Rusland. Nee. En ik ga hier een klein beetje met je mee. Dus laten we die op 5 staan. Dan China. Ja, je hebt niks met China, zei je net. Maar ik denk, ik zou hem niet op 4 zetten. Ik denk wel dat het een risico is. Mijn gevoel gaat naar 2, eigenlijk. Ik denk dat de Chinese markt er wel last kan hebben van de dalende prijzen in het vastgoed. Dat zien we nu al gebeuren, dat ook dat consumptie wordt geraakt. Ik had laatst nog wat data opgezocht van China, wat er al gebeurt daar. Het gaat niet allemaal lekker. Dus ik denk dat toch wel een risico China is. Laten we het anders doen. Laten we eerst kijken naar de nummer 4. Ik stel voor corona op 4 te zetten. Ja, dat lijkt me een goed idee. Wilde jij hebt niks met die Russen, dus dan hè? Ja, corona op 4. Eens. Corona op 4. Gaat corona, ja. Ik moet wel zeggen trouwens, we moeten wel even uitkijken, want wat er nu gebeurt is wel serieus. Aantal besmettingen gaat echt hard oplopen. Ik las net een stuk in de Amerikaanse krant en daar hebben ze nog niet eens over Omicron. Maar over de Delta, dat in New Hampshire, daar het best hoge vaccinatiegraad. Toch lopen daar de ziekenhuizen hartstikke vol. Dus het is nog niet vol, maar de echte ellende zoals we dat jaar geleden zagen. Hè, dat we totaal niet wisten wat er ging gebeuren en onder controle had. Zie je nu wel dat het toch wel, ja, natuurlijk af en toe iets extra activiteit. Maar ja. Uiteindelijk gaan we toe naar ermee leren leven. Of dat het gewoon weggaat straks. Toch? Ja, uiteindelijk natuurlijk verdwijnt het. Je moet kijken. Nee, nog niet. Misschien gaat dat ook niet gebeuren. Maar ik denk, ooit in mijn leven gaat dat wel gebeuren. Maar dan zal dat, ik ben dan toch al gevaccineerd tegen die tijd. En dat ben ik trouwens nu al. Dus ik denk niet dat een hele grote impact gaat hebben. Maar het zal net zoiets zijn als de Spaanse griep. Hè? Die is uiteindelijk ook nooit weggegaan. Maar iedereen heeft uiteindelijk de Spaanse griep een keer gekregen. En een paar procent van de wereldbevolking ging dood. Verder geen economische impact. Dus zo kan het ook gaan. Dus ik denk niet dat corona een hele lang effect zal hebben op de wereld. Uiteindelijk gaan mensen weer terug naar normaal. Tenzij overheden zich zoals China gaan gedragen en geen lange termijn plan hebben. En steeds weer terugkomen met lockdowns. Maar ik denk dat uiteindelijk, dat gaat hem gewoon niet worden. Ik denk dat de wereld uiteindelijk weer normaliseert. Dat is het meest logisch. Dat zag je na de Spaanse griep ook. Mensen hadden een tijd lang nog steeds die social distancing bijvoorbeeld. Dat ze deden. En nog een paar jaar. En dat normaliseerde ook weer daarna. Mensen gingen gewoon weer terug naar hoe ze zich in 1917 gedroegen. Ja, dat gaat ook, ik ben ervan overtuigd. Het gaat nu ook weer gebeuren. Al men denkt dat alles anders wordt. Maar er zullen wel wat dingen
zoals het thuiswerk en zo, dat gaat wel op een bepaalde manier door. Omdat het gewoon, dat is gewoon handig. Hè? Dat heb je geleerd. Ja. En denk van nou, ik ben best. Ja. Veel mensen vinden het fijn om een paar dagen in de week thuis te zijn. Kan je tussendoor een wasje draaien. Dat bedrijven vinden het. Ik denk dat ook heel veel bedrijven er een beetje tegen waren. Dat ze gevoel hadden dat ze de werknemers niet onder controle hadden. Maar die hebben nu natuurlijk ook wel gezien. Dat het is helemaal niet erg als iemand tussendoor even een stukje in het bos loopt. Of een wasje draait of wat dan ook. Als je gewoon je werk maar doet. Ja, precies. En dan komt het wel goed. Corona, spaart ook kantoorruimte. Ja, nou, dat is ook zo. Dat is gewoon zo. Even kijken, houden wij over de Chinezen en inflatie. Oh jee, inflatie moet ik maar even hebben zo. Daar wordt het ook niet over eens, denk ik. En tegenvallende groei. Ja, dat is ook wel een dingetje. Maar laten we eerst even afwerken met de Chinezen. China maar op 3. Is dat goed? Oké. Okay. Groei is inderdaad, is inderdaad belangrijker dan de Chinezen. Ja. Houden we over groei en inflatie. Hoe zie jij de inflatie zich ontwikkelen? Ja. Ben je geschrokken van de inflatie? Mijn scenario was eerlijk gezegd ook wel dat die wat langer hoog zou blijven. Maar ook ik ben verrast door de hoge inflatie. Geschrokken, ja, zou ik niet zeggen, wel wat verrast. Maar ik denk dat hoe langer de inflatie duurt, hoe groter de kans is dat er effecten op effecten stapelen. En dat mensen dat het steeds meer in de hoofden van mensen gaat zitten van oké, ik moet dit geld uitgeven, want anders is het straks niks meer waard. En dan kan je inderdaad die spiraal krijgen, dat de omloopsnelheid van geld omhoog gaat. En dan krijg je ook die loonprijsspiraal, waar mensen het wel eens over hebben. En ik denk eigenlijk dat dat wel degelijk een risico is. Maar het is ook een risico dat men ziet aankomen. Dus dat is ook weer een mitigerende factor. Wat denk jij? Het is zeg maar van een van de knowns die we, hoe heet dat? Die Cheney had het toen over de knowns en de unknowns. Ja, known knowns en unknowns. Rumsfeld was dat. Die zei de knowns, unknowns en de unknowns we don't know en de knowns we don't know. Maar dit is inderdaad, het kan nooit meer een verrassing zijn. Iedereen is ermee bezig. Ik denk zelf, kijk, inflatie. Wat is inflatie eigenlijk? Ik denk dat er gewoon een enorme disbalans is tussen vraag en aanbod. Dat wij allemaal uit de corona zijn gekomen met een hoop geld. Hè? De afgezien van de 15% die het nu nog steeds zwaar heeft. Dat is de horeca en het toerisme. Maar de meesten hebben gewoon maandelijks hun geld gekregen. Hebben hun baan gehouden. Bedrijven zijn afgezien van de eerste paar weken, misschien een paar maanden. Maar natuurlijk wel best wel terughoudend geweest met het ontslaan van mensen. Tenminste in Europa, Amerika wat anders. Geld gaan we nu uitgeven. Dus heel veel vraag naar. We hebben heel veel geld overgehouden, namelijk. En dus iedereen begint te kopen, allerlei dingen. Nou, ik moet een nieuwe lamp kopen, zie ik. Maar het gaat. Of gewoon blijven bewegen. Tegelijkertijd zie je aan de andere kant, aan de aanbodkant, zie je dat het voor bedrijven. Bedrijven moeten natuurlijk als de donder weer opschalen. Die hebben echt wel afgeschaald die eerste paar maanden. Zijn echt wel op de rem gaan staan. We moeten er heel snel weer opschalen. En omdat het zo'n enorme vraag op die supply chain komt, druk op die supply chain. En omdat er heel veel komt uit Azië. In Azië zijn ze best wel streng met het maatregelen nemen als er een beetje corona in de buurt is. Zoals in China iemand in zijn mouw niest, dan gooien ze gelijk de hele provincie dicht. Beetje over het, maar het is best wel heftig af en toe. En dat zorgt voor heel veel strubbelingen in die supply chain. Waardoor dingen worden schaars, gaan prijzen omhoog en dan krijg je inderdaad inflatie. En dat gebeurt echt over een hele brede linie. Nu zelfs weer met de energieprijzen. Nou, ook veel tijdelijke erupties, hè, zeg maar met die houtprijs. Daarna weer zakt het, nu weer omhoog gaat. Dus, en ik kom hier ook op mijn volgende punt, Robert. En het gaat over die groei. Want die groei is nu enorm, het is een enorme vraag. Maar wat nou als de aanbodkant nu enorm gaat opschalen? Er komt straks wat een beetje ontspanning aan de aanbodkant. Hè. De corona gaat langzaam weg, dus bedrijven kunnen makkelijker opschalen. Supply chains komen los. En dan heeft iedereen, hè, je zei het net met die bijvoorbeeld de personeelmarkt, heeft de aanbodkant enorm opgeschaald.
Nou, wat gaat er dan gebeuren als de vraagkant ietsje gaat tegenvallen? Ja, dan zakken de marges in bij van bedrijven. Maar ja. Ik denk dat dat niet het enige probleem is. Ik denk ook dat het moeilijk is aan de aanbodkant om op te schalen. Want uiteindelijk is er een tekort aan werknemers. Zeker als de consumptie van diensten meer gaat toenemen. Ja. Als het coronathema echt wat verder wegzakt. Dan zie je gewoon dat er een vraag komt naar mensen in de dienstensector. Dus die gaan mensen bij de industrie weg trekken. Terwijl ik denk dat de vraag daar ook best wel goed kan blijven. En dan krijg je een situatie waarin er een tekort is aan werknemers. Dan zie je de stijgende lonen. En dat kan ook druk zetten op marges van bedrijven vooral. En dan denk ik niet per se dat dat meteen slecht is voor de economie en voor de economische groei. Kan wel effect hebben op inflatie. Maar voor de marges van bedrijven kan het wel impact hebben. En op de rentestanden natuurlijk. Waar zijn al die werknemers gebleven? Wat is iedereen gaan doen? Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die in de horeca zaten, die zijn wat anders gaan doen. Die zijn misschien meer die werken bij, weet ik veel, bol.com. Daar hebben ze heel veel mensen nodig. Amazon heeft, ik weet niet hoeveel mensen aangenomen in de coronatijd. Die komen uit sectoren die stil lagen. Het grote punt is denk ik niet zozeer dat er minder productie is. Het aanbod is echt niet minder geworden. Er zijn meer bestedingen dan voor de pandemie. Het punt is dus, ik denk niet dat het aanbod is de vraag. Er is veel meer geld in de economie gekomen via de centrale banken. Die hebben staatsschulden opgekocht. Overheden hebben massaal met geld gestrooid. Grote begrotingstekorten tegelijkertijd inderdaad door centrale banken. Is er geld de markt ingeduwd. Omdat ze die staatsschulden hebben opgekocht. En dat geld, dat zit nog in de economie. En dat wordt uiteindelijk uitgegeven. En dat is ook de primaire oorzaak van inflatie. Het is niet een hoge vraag of wat dan ook. Het is een vraag die wordt gestuwd door die monetaire stimulans. En ik denk dat die monetaire stimulans, die gaat misschien wel wat modereren in het komende jaar. Maar die is er nog steeds, ook in Europa. En ik denk dat dat wel een van de thema's kan worden. Dat is het andere thema. De inflatie en de rente natuurlijk. Dus de vraag is, wat gaat daarmee gebeuren volgend jaar? En zijn beurzen schrikken die van een hogere rente? Of zeggen we van, we zien nu eindelijk een stukje normalisatie in die rentemarkt en het is goed dat de rente weer richting, al is het maar 1,5% gaat, dat er die negatieve rentes eraf gaan, dat mensen weer een klein beetje, dat er een klein beetje een alternatief komt. De Amerikaanse rente op 10 jaar, ik weet niet waar staat die nu, 1,6 of zo, dat weer een klein beetje naar een normaal niveau gaat, zodat mensen daar ook weer wat geld in kunnen investeren, dat niet al die centrale banken al die obligaties opkopen. Ja, wat ook niet onderschat moet worden is dat een lage rente of een kunstmatig lage rente is niet per se goed voor de economie. Want zo krijg je allemaal zombiebedrijven, net als in Japan. En dat is eigenlijk het probleem van Japan, de lage rente. Dat bedrijven in leven worden gehouden door de lage rente en daardoor kunnen ze nog in leven blijven, terwijl dat er al minder kapitaal beschikbaar is voor bedrijven die die wel kunnen groeien of die wel iets nuttigs kunnen doen met geïnvesteerd geld. Dus ik denk dat voor de Europese groei is dat helemaal niet goed dat de rente zo laag is. Dus het grootste gevaar voor de beurs volgend jaar is? Ja, laten we toch maar voor het bekende gevaar gaan, Nico. Ik ga voor de inflatie. Wat denk jij? Ik denk zelf, het is moeilijk te zeggen, maar ik maak me meer zorgen over die, denk ik, tegenvallende groei. Die tegen gaat vallen misschien volgend jaar. Vooral als de bedrijven te veel opschalen, maar we zullen het wel zien. Het is allemaal moeilijk te... Ja, de troef die jij dan hebt is dat inderdaad niet verwacht is. Een sterk tegenvallende groei, dat zit niet in de consensus. Nee. Een wat hogere rente wel. Dus op de beurs kan het wel een groter effect hebben. De kans is denk ik misschien wel wat kleiner dat het gebeurt. Maar ja, we weten. De groeiverwachtingen zijn wel wat getemperd in de laatste tijd. Dus het is zo'n corona, zo'n lockdown heeft wel wat effect. Inflatie heeft ook wel wat effect. Zoals het echt duur wordt, bedrijven wel sommige dingen wel wat moeilijker worden.
Maar ja, uiteindelijk dendert de boel wel door. En zullen we zien wat het volgend jaar wordt? Ik heb geen idee. Het is, die 800 is best wel een goed niveau voor onze AX. Mm-hmm. Ja, er zit veel verschil in onderliggende bedrijven. Dus de, je zou kunnen zeggen van, nou, is veel geld naar de beurs gegaan afgelopen jaar. Jaren eigenlijk, hè, door, mm-hmm. door ook veel nieuwe beleggers. Zullen jullie ook wel gemerkt hebben bij IG, dat er veel nieuwe, jonge mensen, maar ook wel Jazeker. Mensen gewoon die, ja. die van 40, 50 jaar, die denken, ja, ik wil toch wel wat doen met mijn geld. Want ik denk het feit dat die rente even negatief is geweest, of nog steeds was eigenlijk, is eigenlijk, dat dat heel veel mensen wel over de drempel heeft getrokken om dan toch maar, want geld betalen aan de bank voor je eigen geld, dat is voor veel mensen wel een trigger geweest om te denken, nou, nu ga ik echt die beurs op, want ik ga niet betalen voor mijn geld. Ja, klopt. Dat is wel een emotionele barrière inderdaad. Dus wat je dan gaat doen, je gaat het of uitgeven of je gaat het besteden aan assets. Ja, kopen, huizen kopen of aandelen, huizen, noem maar op. Kunnen ze gek niet opnoemen. Alright, dus we gaan ons zorgen maken om inflatie volgend jaar. Tenminste, jij. Ja. Yep. En mocht het zover zijn, dan hoor ik het graag. Dan gooien we het eruit. Ja, natuurlijk. Maar ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat het misschien wat meer een thema is in de eerste helft van het jaar. En in de tweede helft van het jaar gaat het misschien inderdaad groeien worden. En dat kan dan ook weer een gevolg zijn van de acties van centrale banken, dat de groei tegenvalt. Maar we zullen het zien. We zullen het zien. En er kan natuurlijk ook altijd nog een thema opkomen waarvan we nu nog niet weten dat die bestaat. Hoogstwaarschijnlijk. He? Ja, hoogstwaarschijnlijk. Dat, ja. 2 jaar geleden zat men ook zo te hoeren. En toen was er opeens corona. 2 maanden later of een maand later. Dus we zullen zien. Goed. Ja. Robert, jongen, ik wens jou een hele goede, heel fijne kerst. Goede jaarwisseling. Dank je wel. Moet je nog een beetje werken tussen kerst en oud en nieuw of zeggen van ik ga lekker Netflix en alles. Ja, ik wens je ook nog een goede jaarwisseling. Ik ga niet werken in de komende week. Dus dat ligt een beetje stil. Ik ga januari weer aan de slag en aan de komende week ga ik wat boeken lezen, denk ik. Ik had nog een boek van Warren Buffett dat ik nog kan doorlezen. Okay. Misschien nog een ander aandeel onderzoeken. Dat heb ik volgend jaar. Misschien weer een nieuwe Ebusco, wie weet. Ja, let me know. Let me know. We doen graag mee. Will do. Okay, goed zo. Dankjewel. Graag gedaan. En tot volgend jaar. Tot volgend jaar.